Ik liet net de naam van Basten vallen. Heb je hem nog gezien vrijdag bij Bo? Ja. Hoe vond je dat? Ja. Best wel raak of zo. Ik vond dat wel echt. Goed interview. Ja. Mooi. Nou, voor hem wel puur. En ik heb het boek gelezen. En dan, dat, in dat boek niet. Als ik hem op tv zie... Dan heb je het hele boek gelezen? Nou, zo goed als. Ja? Hoe was het? Leuk boek of niet? Nou, het is natuurlijk een interessant verhaal. En het is de eerste keer dat hij zijn verhaal vertelt. Ik vond het niet zo goed geschreven. Oké. Okay. Kijk, als ik hem op tv zie, en dan zie ik wel een leuk gozer... die puur is en op sommige momenten heel emotioneel was en werd. Ja, over die vrouw. Het is een vrouw die wegging toen een briefje achter had gelaten. Dat ze hem geluk maar, wenste. Echt. Weet je, ja, dat, hij schoot echt dat, vol. Dat lees je eraan af. En ik vond niet dat die schrijver dat eruit heeft kunnen halen. Of het zo heeft kunnen schrijven dat je datzelfde leest als je hem ziet. Ja. En dat viel mij een beetje op in het boek zelf. Ja. Hoe zijn jullie nu? Denk ik bij mezelf. Hoe ik met Marco ben? Ja. Maar ik ben niet heel goed, speciaal heel goed met Marco. Ook nooit geweest? Nee, jawel. Nou, ik kon het goed met hem vinden als voetballer. Weet je, samen waren we veel plezier wel en leuk, oké. Okay. Alleen het probleem is met die gasten waar je mee gevoetbald hebt, allemaal. Als je dan op een gegeven moment gaat doen wat ik doe. Ja, ik bedoel, aan tafels gaat zitten en over voetbal gaat praten. Ja, dan mag je niks over ze roepen. Dan worden ze boos of dan worden ze gepikeerd. Ja. Of ze verwachten dat je dat niet doet. Maar ja, daar heb ik niet zoveel mee te maken. Je doet gewoon je werk, bedoel je? Nou ja, ik probeer wel gewoon een beetje te roepen wat ik vind en wat ik zie. Ja. En dat probeer ik dan aan te kaarten. Kijk, en hij, toen hij coach was, ja, daar kan je er niet omheen dat hij dat niet heel goed deed. Nee. Nou, en als je dat dan op een gegeven moment ook gaat roepen, dat was met dat Nederlands elftal, weet je. Dat hij assistent was en opstapte. Ja. Jij was boos op hem toen hij zo kritisch op Cruijff was, Cameron. Ja, en toen met Cruijff, weet je, dat hij, vond ik mij redelijk ongenuanceerd. Nou ja, goed, en toen werd hij heel boos op en dan ging hij boze berichten sturen. Nou ja, goed, oké, dat kan, maar ja. Maar die uitgever belde je toen nog wel of je kwam? Ja, die vroeg of ik kwam, ja. En toen zei jij? Nou ja, toen zei ik van, nou ja, ik sprak die manager. Dus ik zei, ja, ik bedoel, maar ja, je weet toch dat ik niet goed ben met Marco. Dus waarom ook dan uitgenodigd? Nou ja, toen zei hij van, nou ja, maar dat wil Marco graag. Nou ja, maar ik moet sowieso hier zitten. Ja. Maar als je zelf had gebeld, wat had je dan gedaan? Nou, dat vind ik wel persoonlijker dan je manager laat bellen of zo. Maar goed, zo belangrijk is het niet dat ik daar ben of zo. Nee, maar goed. Maar ik denk dat hij al die oudspelers gewoon wilde uitnodigen. Ja. Maar wat is nou... Weet je, hij neemt de dingen wel heel serieus, hè? Ja. Die Marco, hè? Want dan hoor ik ook bij dat Fox waar hij zit... dat hij dan heeft hij een eigen kamertje. Ja. Een eigen kamertje met een tv'tje waar hij dan die wedstrijden kijkt. Ja, dat deed hij best zeker ook. Daar en dan denk ik, wat is nou leuker als dat wij lekker met die Champions League... Ja. Lekker bij elkaar tot bankie liggen... En een beetje naar dat wedstrijdje kijken. Weet je hoe lang we hier moeten zitten in de rust? 1 minuut. Ja, ja. Nou, dat lul ik wel vol, hoor, Wim. Ja. Ook al ga ik er met mijn rug naartoe zitten. Kom op, man. Ja. Maar die zit dan daar in een kamertje, helemaal in zijn eentje. Ja. En dat is waar je zin in hebt. Ja, dat is niet gezellig. Nee. En niet collegiaal. Nee. Maar ik heb wel het idee dat hij... Hij is bevrijd. Bevrijd. Zoals nou, je dan, hij kwam echt heel leuk over vrijdagavond. Ja. Heel sympathiek. Ja, maar hij kan, heel kwetsbaar. Hij kan als hij ontspannen is... is het een hele leuke man. Want ik vind hem bij Fox de laatste tijd, heeft hij dat ook. Dat hij helemaal ontspannen is. Ja. En, hij roept toch soms iets te veel. Maar over het algemeen... Dat klinkt dan zo, als ik dit schets. Ja. Dat bedoel ik niet, dat zeg ik niet uit kinderzinnen van het boek. Ik vind het jammer dat boek... Er zijn schrijvers die het beter kunnen schrijven. Michel had het beter opgeschreven. Nou, dat denk ik 100%. Maar Michel van Egmond, daar weer van, omdat hij mijn boek geschreven heeft, René zijn boek. Maar weet je, dat je er iets meer diepgang in krijgt. En dat je hem iets zo gevoelig kan zien als hij op tv is. Ja. Maar ik vind dan wel, weet je wel, dan op de een of andere manier vind ik dat toch niet kunnen, weet je wel. Dan zie ik die Van Basten zitten op zo'n zaterdagavond.
En die zit dan 10 minuten naar Kees Geel te luisteren. Ja. Dat vind ik niet kunnen, hoor, Johan. Nee, maar... Die is 3 keer beste speler van Europa geweest. En dan gaat die Kees Geel die gaat uit zitten leggen wat hij van die wedstrijd van PSV vindt. En dat PSV meer druk moet zetten. En dan zie ik die Marco zo naar die Kees Geel. Dan denk ik, ja, kom op, Kees maar Geel. Wij hebben dat ook meegemaakt, dat we met artiesten en met zangers... Maar dat moet je gewoon niet doen. Moet je niet willen. Nee, dat moet je niet doen. Moet je niet willen. Goed, het boek Basta, het is nu uit. We gaan zo heb jij het al gelezen? Nee, ik heb het nog niet, volgens mij. Nee. Nee, ik heb het nog niet gelezen. Nee. Maar het lijkt me wel een interessant boek. Ik wil het wel even maar ze hadden mij Cruijff. Cruijff komt toch ook van onze uitgever? Ja, ja. Die hadden ze mij gestuurd. Ze zullen deze toch ook wel sturen? Dan? Dat hoop ik wel. Ja. Nou, ja, want met ons salaris kunnen we niet zelf komen. Nee, daarom. Nee. Toch een beetje uitkijken. Moet er wel rekening mee houden. Nee, je moet wel een beetje op de kleintjes letten natuurlijk, grote vriend. Zo vlak voor Sinterklaas. Download nu de Veronica Insight app en dan zien we elkaar daar.